Welkom bij de derde aflevering van Bouw in Beeld, het maandelijkse programma over het bouwen van de Sluiskeeltunnel. Elke eerste vrijdag van de maand is de primeur en ook deze keer hebben we weer onze vaste rubriekjes. De medewerker, achter de slagboom, blij dat ik rij en de vraag van de maand. We beginnen vandaag met de beelden van de bouw. We nemen een kijkje bij Put West waar ze een stuk damwand wegnemen. Waarom? Dat ziet u zo. Blijf kijken. We gaan eerst naar Hoek, want bij Hoek wordt een viaduct gebouwd. En hier vindt de aansluiting plaats van het oude brugwegentraject naar het nieuwe tunnelwegentraject. Het is hier een drukte van belang. Er wordt flink doorgewerkt om de deadline te halen. Ergens eind mei wordt de aansluiting tot stand gebracht tussen de oude en nieuwe wegen. Dus flink doorpezen. Het asfalt wordt aangebracht op de onderlaag van zand en klei. En dan komt de wals eroverheen om het allemaal mooi recht af te werken. Voor de hoekjes en de randjes hebben we een speciaal walsje. Nou ja, walsje. Hij kan maar beter niet over je tenen heen gaan. En dan weer verder naar het volgende stuk weg. In de put in West wordt ondertussen een hele aparte klus voorbereid. Henry van Os vertelt wat die klus precies inhoudt. Nou, hieronder zijn ze de damwand uit de stalen ring aan het snijden die in de brilwand zit. De stalen ring die is bedoeld om ervoor te zorgen dat die tunnelboormachine door de brilwand naar binnen kan komen in de ontvangstschacht. Net zoals we aan de andere kant van het dichtboek gezien hebben, moesten daar de damwandplanken getrokken worden. Omdat de tunnelboormachine daar niet doorheen kan boren. Nou, dat zit aan de binnenzijde precies zo, daar zitten ook damwandplanken. Die kunnen we niet trekken, dus die moeten eruit gesneden worden. Daar zijn die jongens niet mee bezig. Dus om ervoor te zorgen dat de boor er straks goed doorheen kan, wordt de damwand binnen de bril waar de boor aankomt weggehaald. Moet je toch aan een hoop dingen denken. En wie doet al dat denkwerk? Wie zijn die mannen en vrouwen van Stavast? Nou, dat zijn er nogal wat. Natuurlijk van de aannemer, maar ook van de opdrachtgever, van de KKS. Eén van hen is Leo Bonneke. En wat hij precies doet en hoe hij dat doet, dat ziet u in De Medewerker. Dit is hem dan, Leo Bonneke. Hij is er verantwoordelijk voor dat het werk, in dit geval de bouw van het viaduct, verloopt zoals afgesproken. En daar moet je behalve een goed stel hersens ook goede loopbenen voor hebben. Wij kijken mee op de ouderwetse manier, zeg maar, echt toezicht. En houdt in het bewaken van de kwaliteit van het product wat de aannemer ons levert. Leo is dan ook overal te vinden. Natuurlijk moet je ook lol in je werk hebben. Wat is dat voor hem? Het leukste aan mijn werk vind ik toch, het is op zich een heel mooi project. Veelzijdig. Allerlei soorten technieken komen erbij kijken. Van damwanden die in de grond gezet worden, het baggerwerk, onderwaterbeton. En ja, zo kan ik nog wel doorgaan. Het is heel veelzijdig. Hoe veelzijdig het werk ook is, lopen blijft belangrijk. Wat is voor hem het meest bijzondere tot nu toe in zijn loopbaan? Het meest bijzondere blijft toch wel de Westschelde-tunnel. Ik heb de bouw van de Westschelde-tunnel mee mogen maken. En dat was toch wel een zeer groot werk met bijzonderheden. En dat is toch wel een verrijking in mijn carrière geweest. Leo heeft dus een rijke carrière en dat gunnen we hem van harte. Ja, en goed opletten moet je ook als automobilist bij de Sluiskeelbrug. Want voor je het weet gaan de slagbomen weer omlaag. En dan zijn wij er als de kippen bij om u vragen te stellen. Ik zei het al, ja, daar gaan we weer. Bomen dicht, brug open en een lange rij automobilisten.
Waar komen die allemaal vandaan en waar gaan ze heen? Axel en ik moet naar Rijsendijken. Ik kom nu vandaan van het Biobase Center en ik moet naar Hoofdplaat. Ik kom uit Vlissingen en ik ga naar Goes. We komen uit Hulst en we moeten naar Aardenburg. Ik kom uit Hoogrijden en ik moet terug naar Schravenpolder. En ik moet naar Botlek, Rotterdam. En hoe lang en hoe vaak is het hier wachten geblazen in hun beleving? Nu 2 keer op en nog in 1/2 uur tijd. Bijna dagelijks. Nou, ik rijd meestal via de sluizen in Terneuzen, maar als ik langs deze kant kom, dan sta ik meestal voor de brug. Nou, elke keer als we er langs moeten. Meestal toch wel elke keer als ik hier deze kant op kom. Van de 10 keer dat ik hier langs rijd, wel zeker 6. Deze mannen hebben vast creatieve ideeën over hoe die tunnel eruit moet gaan zien. Wat voor kleurtje moet die krijgen, bijvoorbeeld? Mag mij niet uit, zo goedkoop mogelijk. Dan zou ik kiezen voor iets wat te maken heeft met de biobase. Daar heb ik geen idee van. Beetje vrolijk. In ieder geval wel een lichte, wat vrolijkere kleur. Niet die donkere kleur van de Westerscheldetunnel. Veel met gewoon hout en natuursteen. Gewoon. Niet zo donker dan de Westerscheldetunnel. Want die is wel heel donker. Of misschien een paar dakraampjes erin of zo. Dan kan je bovenop nog eens kijken. Hè? Kijk, daar gaan de ontwerpers vast rekening mee. Liever geen tunnel. En de tunnel van Terneuzen, gewoon gratis. Als wij even naar de overkant moeten, dan moeten we gelijk 5 euro zoveel betalen. En dan nog eens een keer terug. Ik snap uw emotie, meneer, maar mag ik voortaan wel mijn zin afmaken? De brug gaat weer open, dus spring maar op de fiets. Volgende keer ontmoeten we weer nieuwe wachters met nieuwe vragen. In Blij dat ik rij laten we elke keer een bedrijf zien dat veel te maken heeft met de Sluiskeelbrug. En in vele gevallen ook meewerkt aan de bouw van de Sluiskeeltunnel. En vandaag zitten we in De Olie. En geloof het of niet, maar het bedrijf van vandaag heet Op en Neer Olie. Het had dus ook open en dicht kunnen heten. Maar wat doen ze nu precies bij Op en Neer? Frank Ongena weet het antwoord. We zijn een bedrijf wat Shell brandstoffen en smeermiddelen distribueert. En om welke hoeveelheden gaat het dan? In totaal doen we zo'n 50 miljoen liter brandstof en we doen zo'n 5 miljoen liter smeermiddelen. In totaal dus zo'n 55 miljoen liter. Ik ga maar niet nadenken over hoeveel vrachtwagens dat zijn. De betekenis van de komst van de Westerscheldetunnel laat zich dan wel raden? De Westerscheldetunnel is ook heeft ook natuurlijk een boor jarenlang ingedraaid. Ook die is voorzien van de smeermiddelen die wij destijds verzorgd hebben. Planning is veel makkelijker geworden. En de bereikbaarheid voor ons vanuit Zuid-Vlaanderen naar de rest van Zeeland is veel beter geworden. Dus Op en Neer heeft goed meeverdiend aan de bouw van de Westerscheldetunnel en maakt nu ook dankbaar gebruik van de aanwezigheid van deze tunnel. Wat betekent op dit moment de Sluiskeelbrug voor dit bedrijf? Elke auto elke dag nu wel een keer voor de brug staat. Als we dat straks niet meer hebben, we winnen de tijd mee en het gaat minder kosten om onze spullen te distribueren in Zeeland. De Sluiskeeltunnel gaat dus ook kostenbesparend werken. Gaat de bouw van deze tunnel Op en Neer ook wat opleveren? Wij zijn leverancier aan de Sluiskeeltunnel van smeerolieën. Dus de boor die draait onder andere op smeermiddelen die wij hier op voorraad hebben. We leveren ook de brandstof, onder andere aan het treintje wat de schaaldelen dus de tunnel inrijdt. Het brengt ons heel veel aan bedrijvigheid direct aan de bouwers van de tunnel. Maar ook aan allerlei bedrijven die er daaromheen bezig zijn. Dus 2 keer blij. Tijdsbesparing tijdens het transport en verdienen aan de bouw van de Sluiskeeltunnel. En wat voor rol ziet Frank voor zichzelf weggelegd? Als het ware een beetje een dokter. Dan ga je naar de mensen toe en dan ga je kijken van vertel maar eens over het probleem. En het prettigste is? Wat ik daarnet zei, al een soort dokter zeg maar, waar die het medicijn, in dit geval smeerolie of brandstof, hoe die dat binnen de producten die wij hebben zou kunnen toepassen op dat voertuig of op die machine. En zoals elke maand beantwoorden we ook deze maand weer een vraag. Een vraag van u. Wat heeft u altijd al willen weten, maar heeft u nog nooit durven vragen? Er wordt heel hard aan de weg gewerkt, zie ik. Want ik zie al heel veel asfalt liggen. Wanneer denkt u dat die weg klaar is?
In het weekend van 24 tot 27 mei sluiten we de nieuwe weg aan op de bestaande wegen. Vanaf maandagmorgen 27 mei rijdt het verkeer over de nieuwe weg. Kun je in dat weekend dan over de Westerschelde-tunnelweg de N62 rijden? Nee, in dat weekend is de Westerschelde-tunnelweg afgesloten voor verkeer. Net als de N61 tussen Hoek en de brug bij Sluiskil. De Westerschelde-tunnel zelf is wel gewoon open voor verkeer. Hoe kan ik in dat weekend dan rijden als ik weg moet? In dat weekend wordt het verkeer omgeleid via de Westkade en de Hoekseweg. Die wegen die kunnen dat goed aan, omdat het weekend is en daardoor minder druk en geen ochtend- en avondspits is. Heeft u ook zo'n vraag of een hele andere? Stuur dan uw vraag in via dit adres info@sluiskiltunnel.nl onder vermelding van de vraag van de maand. En wie weet maakt u dan kans op een origineel Sluiskiltunnel Collectus item. Dat is nog niet alles, want wie weet komt u dan volgende maand wel uw vraag stellen in ons programma. Dit was het voor deze maand. Het zit er alweer op. Ik zie u heel graag de eerste vrijdag van de maand juni terug. Bedankt voor het kijken en heel graag tot dan.